De allermooiste lelie voor mij is de longiflorum. Dat is de lange kelk. Het is een hele elegante bloemvorm. Die vind ik voor mijn gevoel het echt het beste. Zo, ik ga een vegetatief bloemstuk maken. Dat betekent eigenlijk natuurgetrouw. Dus ik ga in mijn mooie schaal eerst oases doen. Oases is altijd een goede basis. Omdat lelies eigenlijk altijd zo lang staan, is het fijn als mensen thuis heel makkelijk een tak of een bloem kunnen veranderen. Ik ga iets doen wat heel veel mensen heel erg vinden, maar ik ga alle blad eraf halen van de lelie. Want ik vind dat de schoonheid van de lelie dan helemaal tot z'n recht komt. Heel veel kwekers die krijgen nu rillingen over hun rug lopen als ik dit doe. Maar je zal zien zometeen als het gebeurd is, dat het eigenlijk wonderschoon is. Dus alle blad haal ik eraf van de lelie. En dan ga ik hem op zijn natuurlijke manier, ga ik hem eigenlijk in de pot in mijn bloemstuk verwerken. Ik snijd de lelie af en ik ga hem eigenlijk min of meer recht, een beetje buigend, naar buiten schikken. En zo ongeveer op dezelfde hoogte komen de lelies in mijn vaas te staan. Nou, dan heb ik toch om vast iets kleur te gaan krijgen. Zo gaat die prachtige lelie worden als die openkomt. Nou, dan zie je het spektakel van kleuren. Wat natuurlijk helemaal geweldig is. En de geur. Dus ik heb hem speciaal voor nu even open laten komen. Om toch even het effect te zien van wat gebeurt er als die bloem open is. Wat ik nu leuk vind, doordat ik alle bladen eraf heb gehaald. Dan zie je straks, zeg maar, dat kunnen jullie nu wel voorstellen. Dat als de bloemen openkomen, dan heb je eigenlijk alleen maar bloemenpracht. En daarom haal ik eigenlijk alle bladen eraf. En nou vind ik eigenlijk lelies altijd heel erg mooi tussen gras. Dus wat ik doe, ik ga hier eigenlijk heel simpel gras tussen de leliebloemen zetten. En dat geeft dan met elkaar de combinatie van een hele sobere, chique bloemdecoratie. En dan ga ik alleen nog de schaal afwerken. Daar hebben we tegenwoordig heel veel mogelijkheden voor. Maar ik heb wit schors. En het witte schors is perfect voor afwerking van dit soort decoraties, decoratieve elementen. Ik heb voor deze lelie gekozen omdat voor mij roze-rood eigenlijk de kleur van de liefde is. En de geur is een hele zwoele geur. Dus ik denk dat het heel leuk is als je man of vrouw voor de deur staat met zo'n boeket. Dat die moet toch helemaal fantastisch zijn. De ware liefde.